Een oudere dame is in een winkel in Zottegem bestolen van haar handtas en bankkaarten. De daders kijken eerst haar code af en na de diefstal gaan ze shoppen. Ze betalen in snel tempo en op zoveel mogelijk plaatsen met de bankkaart van de vrouw. De eerste keer dat er geld van de rekening verdwijnt, is meteen na de diefstal in Zottegem. De bankkaart wordt maar liefst 7 keer na elkaar gebruikt om geld af te halen. Om 11:39 door een man met donker kortgeknipt haar en een mager gezicht. In minder dan 10 minuten tijd is het slachtoffer €1.750 kwijt. Nog geen half uur later duikt de bankkaart op in Brakel, 12 kilometer verderop. De man met het geruite hemd heeft de kaart nu in zijn bezit. Van de camera's die overal hangen, trekt hij zich niets aan. Hij is op zoek naar sigaretten en hij wil er veel. De uitbaatster lijkt hem eerst niet goed te begrijpen. Wil hij nu pakjes of sloffen? Even later liggen er 6 sloffen sigaretten op de toonbank. De man betaalt met de gestolen bankkaart een bedrag van €392. Met 2 volle plastic zakken verlaat hij de winkel. Van Brakel rijdt dezelfde man meteen 14 kilometer verder, naar Ronsen. Eerste halte, een Esso benzinestation. Hij parkeert zijn donkere wagen aan de overkant van de straat en dan gaat hij naar binnen. Om ook hier, jawel, sigaret te kopen. 1 volle zak deze keer. Ook hier komt de man duidelijk in beeld en trekt hij zich niks aan van de camera's. Het kastticket met een bedrag op van €256 werpt hij netjes in de vuilbak. Vanaf nu blijft de dief een hele tijd in Ronsen. Van het Esso benzinestation gaat het naar een ander, de Q8, enkele kilometers verderop. En om het af te leren koopt hij nog een sigaretten voor €448. Daarna gaat de man kleren kopen. Eerst in de kledingzaak Zep. Kleren shoppen doet hij niet alleen. Voor het eerst komt hier ook een derde dief in beeld, een man van rond de 50 jaar. De 2 gaan op zoek naar winterkleding. Een winterjas en een 6-tal truien. €185 op rekening van het slachtoffer. Vanuit de Zep steken de dieven gewoon de straat over, naar de Zeeman. Hier kopen ze vooral kinderkleding, zoveel mogelijk in een zo kort mogelijke tijd. €107 betalen ze hier. De laatste aankoop gebeurt weer in een benzinestation, een Lukoil deze keer. De man met het geruite hemd gaat weer alleen binnen. Blijkbaar wil hij zijn voorraad sigaretten nog verder aanvullen. 5 sloffen deze keer. Daarna wordt de bankkaart geblokkeerd. In iets meer dan 2 uur tijd hebben de dieven de rekening van de vrouw geplunderd. Ze is €3.800 kwijt. Misschien herkent u een van de 3 mannen. Laat het weten op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.